Welkom bij het weekoverzicht van 0 tot nu, het dagelijks nieuwsprogramma van Open Rotterdam. Kijk mee naar een aantal fragmenten van de reportages die we deze week hebben gemaakt. De volgende reportages zijn online terug te kijken op openrotterdam.nl. Eenzaamheid komt vaak voor in Rotterdam en daarom is WMO Radar een wandelclub voor ouderen begonnen om eenzaamheid tegen te gaan. Wij lopen in het hoogkwartier mee met de 93-jarige Peter die dankzij deze club weer buiten komt. Nou, het is meestal tussen de 1,5 en 2 kilometer. Punt 1, we lopen niet zo snel. En punt 2, we tellen ook de stappen. Meestal zo rond de 4000 stappen, 4500. Maar daar heeft u toch een stappenteller voor of doet u dat uit uw hoofd? Nee, hij staat op mijn telefoon. Waarom is dit nou zo leuk om te doen? Nou, punt 1, je bent buiten, je bent met andere mensen en het geeft wat structuur ook in je leven. Want vroeger zat ik alleen thuis en dan wil je gaan wandelen en dan had je pijn, want ik heb pijn, artrose. En dan was je 10 minuten buiten en dan had ik geen zin meer en dan ging ik terug. En nou moet je bijna een uur lopen. Ach, we hebben plezier onderweg. Je lacht wat, je praat wat. Dat is de gezelligheid ook. Een heel gezellig clubje dus. En alsof ze elkaar al jaren kennen. Maar dat is niet zo, want deze wandelaars lopen pas iets meer dan een maand met elkaar over de Rotterdamse straten. Het idee ontstond bij WMO Radar om iets te doen met Steptember. Het is ontstaan omdat wij bij WMO Radar altijd bezig zijn om te kijken hoe we bewoners van de wijk kunnen activeren om weer mee te doen met van allerlei activiteiten. En eigenlijk is dat altijd met het grotere doel om eenzaamheid in de stad tegen te gaan, te voorkomen. Oh, hey, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, je was zo druk. Is dit nou uw favoriete medewandelaarster? Ja, 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 ja. Dat is onze jongste. Oh, daarom is hij natuurlijk favoriet, hè? De gemeente komt met creatieve oplossingen voor het parkeerplekkentekort in Rotterdam-Noord. Stoepparkeren, ongebruikte bushaltes en inritten moeten uitkomst bieden. Wij gingen de straat op en vroegen Rotterdammers in Noord naar de parkeerproblematiek. Nou, als je het aan mij vraagt, horen ze het niet. Maar... Bij mijn buurvrouw is nu ook al 2 keer in de auto ingebroken voor de deur. Dus alles rondom auto's staat wel onder druk in de wijk. Zo min mogelijk, maar dat is een politieke beslissing. Je kunt moeilijke plek bijtoveren. En het is ook niet zo alsof wij groen ten koste van parkeren zouden willen. Alle parkeermeters moeten weg. Zie je, zouden ze de auto's in plaats van zo in de lengte, zouden ze de parkeervakken dwars kunnen maken. Dan zou je gewoon waar nu 1 auto staat, zou je er al 2 neer kunnen zetten. Allemaal. Vooral in de stad. Meer naar een deelauto gaan of zo. Dus dat je op die manier misschien een beetje bevordert dat auto's gedeeld gaan worden. Je kan het niet betalen. Een paar uurtjes moet je zoveel geld betalen. En heeft u zelf 1 of 2 auto's voor de deur staan? Ja, ik moet eerlijk zijn, wij hebben 2 auto's. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat wellicht een maatregel is. Ja. Het is de luxe. Het is een luxe. Ondernemers Gwen en Virgil maken bijzondere tassen die geïnspireerd zijn door stoffen en klederdracht uit Suriname. Ze laten deze tassen maken bij de talentenfabriek in de Oude Haven. Echt een Rotterdamse samenwerking. Ben ik degene die je wilt vandaag? 5 tassen, ja. Ja. Ik heb Nijlers genomen om ook gewoon wat meer achtergrondinformatie te hebben en ook gewoon beter te kunnen praten met het atelier. Ik kom uit Syrië. Ik ben al 4 jaar hier in Nederland. De talentfabriek helpt mij. Mijn toekomst, ik wil graag een klein naalatelier opent. Ik vind het heel belangrijk dat je ook sociaal en maatschappelijk iets bijdraagt. En nou ja, UNO Rotterdam betekent ons Rotterdam. Talentfabriek zit in Rotterdam, doet iets voor Rotterdammers. Dus ja, het sluit helemaal goed aan. Afgelopen week was het Nationale Kringloopdag. Wij volgden daarom vrijwilligers Patrick en Michel in de kringloopwinkel in IJsselmonde. Ik doe dit werk al vrij lang, zeg gemiddeld 4-5 jaar al. Ik tenminste. En wat ik er leuk aan vind, je komt onder de mensen. Ja, je bent lekker altijd buiten. We gaan nu naar Vreewijk. En dan gaan we dan de bank bezorgen. Ik heb de laatste keer nog een oude vrouw meegemaakt. Nou, die begon zo wat te huilen. Zo blij was ze dat ze een kastje kreeg. En dat we met elkaar hebben gezet voor de mevrouw en geplaatst hebben. Dat doen we ook, die service. En de kringloop, dat vind ik gerespecteerd werk. Omdat eigenlijk spullen die oud zijn weer hergebruikt kunnen worden.
Dus ik zeg eigenlijk de mensen, gooi niet alles weg en geef het een tweede ronde. Want je kan er toch heel veel mensen nog heel erg blij mee maken. Lekker weer terug naar de zaak. Tot ziens. Houden in de winkel? Met verkopen. Mensen zover krijgen dat ze iets vinden wat en nuttig en bruikzaam voor ze is en goedkoop. En waarom denk je dat mensen het zo fijn vinden om hier naartoe te komen, ook voor de gezelligheid? Dat... Dit waren fragmenten uit de weekoverzicht van 0 tot nu, het dagelijks nieuwsprogramma van Open Rotterdam. De hele reportages en meer verhalen uit de stad vind je op openrotterdam.nl en op onze social media kanalen. Volgende week is er weer een weekoverzicht. Tot dan!